like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got lost. You're the devil in disguise. Nu staat er Ma strijkt mijn Elvis pak, hè. Ja, dat is gewoon om nooit te vergeten, hè. Ja. Ik ben Mark de Kempe. Ik ben ook al 30 jaar actief als Elvis impersonator, Elvis odebrenger. Omdat ik van mening ben dat je Elvis niet kan imiteren. Dat is een unieke, prachtige stem, onevenaarbaar. En ik noem mezelf liever Elvis odebrenger. De bedoeling is van hem levendig houden door zijn nummers te brengen. En de sfeer te brengen van de shows van de jaren 60-70. Mijn passie voor muziek is eigenlijk ontstaan, vermoed ik, door mijn pa. Die was een fervente trompetspeler. Ook door hem ben ik op muziekles gegaan, muziekschool, trompet gaan spelen. Ook zanglessen gevolgd. En dan de passie voor Elvis. Ik denk toen Elvis overleden is, 16 augustus 1977. Dan kwamen heel veel die shows van Aloha from Hawaii in, op tv. En dan ben ik meer LP's gaan kopen, platen gaan verzamelen, zijn muziek gaan beluisteren. Maar pas veel later heb ik eigenlijk de eerste stap naar het podium durven zetten. The Devil in Disguise kent ook wel iedereen. Ik probeer tijdens optredens eigenlijk de meest bekende wel te brengen. Ze kunnen ook verzoeknummers aanvragen. Ik ken 150 nummers uit het hoofd. Als je dat pak aan hebt en je staat even voor in de spiegel of je moet bijna op, dan komt daar natuurlijk een adrenaline of noemt dat tevoorschijn of naar boven. En dan is het opsmijten. Voel ik mij Elvis? Ja, waarschijnlijk dan wel. Zing ik mijn eigen stem? Dat ook. Maar de combinatie van de twee vind ik heel leuk. Een topper is ook altijd Suspicious Minds. Jong en oud. Loop ik eigenlijk over de tafels. Ik loop niet tussen de mensen, maar over de tafels. Je ziet hier, dat is een feestje van een okra-vereniging. Dus jong en oud. Elvis muziek blijft altijd actueel. En mijn moeder hoort ook wel graag Elvis nummers. Zeker vanaf ik zelf beginnen zingen ben. En mijn ouders gingen regelmatig ook mee naar optredens. Foto van mijn twee grootste fans, mijn tante Maria en mijn ma, hier aan de slag om cd's aan de man te brengen met een t-shirt van Marco Kimsen aan. Heel wat jaren geleden, maar dat waren echt fans in hart en nieren. Ja. Toen mijn ma in haar laatste dagen zat, dan kwam ik bij haar en zei: kijk, ik wil op mijn begrafenis en wil ik een trilogy zingen. Dus dan hebben we hem ook gebracht tijdens de begrafenis. Niet gemakkelijk. En nu regelmatig, als ik naar het kerkhof ga, dan gepraat wel een beetje met uw ouders. Mijn pa is dit jaar ook gestorven. En dan zing ik heel ingetogen toch wel een stukje uit in American Trilogy. Om de verbinding te maken, om even een beetje terug te brengen, een beetje contact te maken. Hier zijn we dan. Ze komen nog wat filmen over mijn Elvis-activiteiten en het zingen en zo. Hè. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Het aantrekken van het Elvis-pak brengt soms wel herinneringen mee als ik in het publiek kijk. En bepaalde personen zijn er ondertussen niet meer natuurlijk, die anders altijd meegingen of die meededen. Dan
durf ik wel eens even de knop in de keel krijgen. Dan moet ik de knop omdraaien om verder te zingen. Maar ik probeer dan meer te denken aan de tijd dat ze wel in de zaal zaten en dat ze meer armen de lucht gooiden van links naar rechts en heel de zaal meekregen. Daar krijg ik geen knop van in de keel, daar word ik vrolijk van. Dus dat is dan een truc om daar te kunnen doorzingen. We zijn hier in mijn verzekeringskantoor. Ik ben al meer dan 30 jaar verzekeringsmakelaar. De meeste klanten weten ook wel dat ik zing. Ze waarderen ook wel. En dan tussen de middagpauze of 's avonds wordt mijn kantoor omgevormd naar repetitieruimte. Sluiten we telefoons af, mails afzetten en we gaan heerlijk repeteren. In de rol van Elvis Kruijber geeft mij een gevoel van ontspanning, van rust. Zingen is mijn yoga en inderdaad. Dan verdwijnen alle zorgen. Ik repeteer alle dagen, dus dan pak ik weer een half uur in dat ik op mijn vluchtheuvel kruip. En dan mag niemand mij storen, want dan zijn we even weg. We caught in a trap. Oh, I can't walk out. Because I love you too much, baby. But don't you know? Ik denk dat mijn ma wel trots is. Eén, omdat ik nog altijd bezig ben met zingen. En het feit dat we nog steeds aan het optreden zijn en Elvis kunnen laten verder leven. Hoop ik dat hij hierboven kan meezien en er boven mee kan genieten. En dat geeft zeker een goed gevoel. Because I love you too much.